Hi allemaal, kom hier heel eventjes snel met een leuke winactie voordat deze video begint. Namelijk, als je deze video kijkt, heb ik een Instagram gepost waarin je een Harry Potter winactie hebt. Toen ik de Geekier 11 box had gekocht, heb ik ook twee bedelarmbanden met allebei 9 Harry Potter bedels erbij besteld. En deze wil ik weggeven aan jullie. Dus als je Harry Potter fan bent en je wilt heel erg graag een bedelarmband winnen, dan kun je dus meedoen op mijn Instagram. Dus ga even naar mijn Instagram en wie weet win jij hem dan wel binnenkort. Oké, dat was alles wat ik heel even snel wilde zeggen. Laten we nu dan beginnen met echt de video. Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een Harry Potter vrijdag video. Ik heb echt heel erg veel zin in de video van vandaag, want ik ben er namelijk met, volgens mij heet deze de House Elf box van Geekier. Dit is een limited edition box. Deze was al een tijdje geleden uitgekomen, maar ik zag hem nu op de website staan. Hij was nu gewoon los te koop. Vaak is dit niet mogelijk en zijn limited edition boxen uitverkocht. Dus ik weet niet waarom deze nu nog te koop was. Maar ik dacht, het is zo lang geleden dat we een mystery box hebben unboxed. Ik koop hem gewoon. Dus dat is wat ik heb gedaan. Vandaag gaan we hem samen openmaken. Kijken wat zit erin. Ik heb één kleine spoiler gehad voor een item. Maar voor de rest heb ik geen idee wat er in deze box zit. Ik heb heel veel zin om deze samen te gaan openmaken. Trouwens, zoals altijd zal ik hier zo onder de box proberen te linken. Als die nog te koop is. Sowieso altijd heb ik een linkje dan naar Geekier. Plus die link is een referral link. Dus als je dan afrekent of je koopt een box via die link, dan als 5 mensen dat doen, krijg ik gratis een mystery box. Dus als je deze video's leuk vindt en je wilt mij steunen en je wilt meer van deze video's zien op de vrijdag, als je mijn linkje gebruikt als je bestelt bij Geekier, help je mij ontzettend. Ook zal daar een kortingscode bij staan, maar het gaat dus echt om het linkje. Als je die gebruikt om naar de website te gaan en dan vervolgens afrekent, dan help je dit kanaal ook gelijk dat ik hopelijk in de toekomst een gratis mystery box ontvang. Met dat gezegd hebben, voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we hem dan nu samen gaan openmaken. Ik heb er echt zin in. Het is lang geleden dat ik zo'n soort mystery box heb gehad van Geekier. Ik zal hem weer naar jullie toe openen, zodat jullie als eerst kunnen zien. Tadaa, dit is de inhoud. Oeh, jullie kunnen het gelijk zien. Er zit niks bovenop. Als eerste gaan we beginnen met het t-shirt. Ik heb deze genomen in een vrouwen XL. Hier zo zien jullie hem even eerst. Oeh, ik had voor de unisex moeten gaan. Ik wilde heel erg graag een keer een vrouwenshirt proberen. Maar ik zie al dat ik die mouwen helemaal niks ga vinden. Ik hou meer van zeg maar de mannen soort mouwen die je normaal krijgt. Maar dan weet ik dat voor de volgende keer. Maar dit is het shirt. Give socks. Pairs to spare. Odd socks you don't need. They could lead to an elf being freed. Don't hoard your unwanted socks, donate generously, free elves. Ik vind deze echt super schattig. Simpel wit shirt, wel heel kleurrijk de print. Makkelijk te dragen, dus gewoon elke dag. Ik vind hem heel erg leuk. Ik heb het ook gezegd in mijn laatste Geekier video. Ik had toen een shirt gewoon zelf besteld, maar hun shirts zijn zo vooruit gegaan. Ik vind hun ontwerp echt 10 uit 10. Leuk shirt, ga ik ook zeker dragen. Alhoewel ik de mouwen niet leuk vind, zal ik waarschijnlijk een vestje eroverheen dragen. Dan zie ik, en dit is echt afzichtelijk gewoon. Oh, het is eigenlijk gewoon schattig hoe lelijk het is. Ik zou niet, mijn god niet weten wat ik hiermee zou moeten. Maar ik neem aan dat dit een klein huiselfje moet voorstellen. Hij is wel echt intens zacht. Dit dikkere gedeelte bij zijn buikje. Hij is wel schattig. Hij is zo lelijk dat het schattig is. Die neus is ook zo raar. Wat is die neus? Hij lijkt haast Octo. Maar ja, we krijgen dit handgebreide dingetje erbij. Eens even kijken wat erop staat. Geekier LTD. Staat verder niks echt op. Het is dus wel echt van Geekier zelf. Ik vind het komisch. Ik heb erom moeten lachen. Dus dat opzicht. Het is niet iets wat ik zelf zou bewaren. Dus ik denk dat ik deze misschien bij een winactie doe of ooit verkoop. Bij mijn grote Harry Potter marktplaatsverkoop die ik 1 keer in het jaar ongeveer doe. Maar ik heb er in elk geval moeten lachen. Dan, dit is het item denk ik waar ik een spoiler voor heb gehad. En ik heb hier zoveel zin in. Bovenop staat ingredients include whipped cream and sugared violets, petunias, pudding. Warning. This pudding is prone to house elf levitation. Heel erg leuk gedaan. De verpakking 10 uit 10. Maar zoals je al dus kon horen, zit hier de pudding in. Oh my. Oh, hij is groter dan dat ik had verwacht, jongens. Kijk hoe gorgeous. Hij is echt veel groter dan dat ik had verwacht. Super gedetailleerd. Ik heb geen idee wat dit materiaal is. Het is geen plastic. Dus ja, dit is gewoon 10 uit 10. Sorry hoor, maar dit zet ik gelijk op mijn schappen. Dit past perfect ertussen. Het is ook echt een goed formaat. Ik had
had eigenlijk verwacht. Geek-herkennende zijn vaak die replica's wat kleiner. En daardoor ook vaak wat minder leuk op je schappen. Maar dit is echt een goed formaat. Ik denk dat als je, ja, misschien kan je dat zelf maken. Een miniatuur taarthoudertje of zo maakt. En dan in je collectie zet. Misschien ga ik dat zelf DIY'en. Weet je wel, dat je hem daar op kan zetten. Zo'n taartcake present ding voor je gasten. Ik kom niet uit mijn woorden, jongens, maar het is echt heel erg laat. Maar in elk geval, fan, heel erg leuk. Nu denk ik al mijn favoriete item. Ik weet niet wat er verder allemaal in zit, maar dit is echt 10 uit 10 geekers. Super goed gedaan. Zelfs de verpakking. Dan ook krijgen we een mok. Alles zit trouwens echt super goed verpakt. Allemaal in bubbels. Dit is een officieel licensed mok. Collect them all, everyday mok. En er staat op, Dobby is a free elf. En we kunnen eigenlijk Dobby net niet zien. Aan de zijkant staat Dobby erop. Aan de buitenzijde zien we ook niet het ontwerp, maar ik wil hem er niet uithalen, denk ik. Want ik denk dat ik hier iemand anders veel blijer mee kan maken met een winactie. Ik drink namelijk geen thee en koffie en ik heb al heel veel leuke mokken voor mijn gasten van Harry Potter. Dus ik weet niet zeker of ik deze ga houden, dus ik wil hem er niet uithalen. Maar wel echt heel erg mooi. Gewoon echt een licensed item. Dat doet Geekier vaak alleen bij de limited edition boxen, omdat die iets duurder zijn dan hun normale maandelijkse subscriptie. Deze zijn altijd iets van een tientje meer. En dan krijg je vaak ook wat licensed items erin. Ik denk dat heel veel mensen hier heel erg blij mee zullen zijn. Leuk item, mooi item. Helemaal prima. Ja, goed gedaan, Geekier. Dan ook zie ik hier, volgens mij is de magneet Such a beautiful place to be with friends. En we zien hier Hogwarts. En ja, het is een magneet voor op de koelkast. Heel erg cute. Ik ga hem zeker bewaren. Op dit moment kan ik geen magneten doen op de koelkast, maar ik wil heel graag een koelkast met superveel magneten erop. Ik hou daarvan. Van allemaal verschillende plekken waar je bent geweest op vakantie. Tot en met, zeg maar. Ik vind hem heel erg leuk. Dus deze ga ik sowieso bewaren totdat we een keer een koelkast hebben waar dit wel op kan. Dan, en even serieus, Geekier, dit is gorgeous. Dit is een double-ended pin. We krijgen dus twee manieren dat je hem kan vastknopen, wat heel erg fijn is. Want het is best een flinke pin. En het is namelijk een pin van, sorry, ik ben echt onder de indruk. Dit is Bellatrix Lestrange's haar dagger die ze in Dobby gooit. Die Dobby dood. Deze heb ik ook in het groot in mijn collectie van de Noble collectie. Maar even serieus. Dit is een pin en hij is zo gedetailleerd. We krijgen ook echt de skull in het groene handvat. Ik ben heel benieuwd of ik dit duidelijk voor jullie kan filmen. Maar alle details van de dagger zitten er ook echt in. Echt insane. Goed formaat. Mooi formaat. Heel indrukwekkend, Geekier. Het was zo dat 2 jaar geleden of zo deze echt alleen maar van die Funko-achtige stijl pins. Maar dit is gewoon echt een prachtige pin. Dit is een pin waar ik, zeg maar, als het een andere achtergrond had en in de studio tour hing, ik makkelijk 15 euro voor had kunnen betalen. Super mooi. Wauw, ik ben echt onder de indruk. Dit is iets. Normaal gesproken hebben ze meestal meer van die cartoony-achtige pins. Totaal niet zo mooi, als ik eerlijk ben. Dus heel erg onder de indruk. Dan ook krijgen we dit kaartje en dit is gorgeous. Helemaal gold foiling. En er staat op Certificate of Freedom. This certificate grants freedom to streepje. Kun je zelf iets invullen. De elf. They heard of your greatness and have chosen to live with you. Free, 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 free. Staat er met een stempel. Free Elf Relocation Department. Super leuk gedaan. Dit geeft me echt een beetje Litjoy vibes. Heel erg goed gedaan, Geekier. Het is, zeg maar, niet echt papier. Het is meer karton. En de gold foiling. Ik denk dat dit echt geweldig eruit zal zien als je bijvoorbeeld een Harry Potter foto of zo wil maken. Dat je dit gebruikt om op de grond te leggen. Gewoon dat je wat magische spulletjes eromheen hebt. Dan zijn zulke dingetjes altijd heel erg leuk. Dus dat is iets waar ik het zeker voor zal gebruiken. Dan krijgen we, ik denk dat dit een notitieboekje is met Dobby erop. We krijgen hier dus Dobby op de voorkant. Dit is een hele bekende poster met het geel-blauwe licht. En als we hem openen, ja, het is een lijntjesschrift. En we krijgen Dobby op alle pagina's. Aan de binnenkant staat Dobby is free met een sokje. Klein detail wat echt heel erg leuk is, is het lintje wat, zeg maar, de pagina's verdeelt, is een goud lintje met een sokje eraan. Heel erg schattig. Als je überhaupt gewoon mijn kanaal kijkt, weet je hoe ik me voel over notitieboekjes. Ik heb er een verslaving mee. Ik heb zoveel notitieboekjes. Ik vind het geweldig. Dus deze ga ik sowieso gebruiken. Hier ben ik blij mee. Leuk. Cute. Ook echt met dat kleine sokje hier aan. En dan als laatste op de bodem hebben we de print. En vind ik ook oprecht heel erg mooi. Mooie print. We krijgen Dobby in het zwart-wit. De print zelf is helemaal zwart met goud-wit. Dobby has no master. Dobby is a free elf. Super vette print. Komt wederom weer met achterzijde karton. Doen ze heel vaak. Daar zit hij dan op zodat hij niet beschadigt in de transport. Heel erg tof. En dit is dus ook een Geekier exclusive. Ik bewaar persoonlijk prints niet meer. Ik hou heel erg van prints. Maar ik heb al zo'n mega verzameling dat ik zoiets heb van, ik bewaar ze niet meer behalve als ik ze echt
echt vind dat ik ze nodig heb in mijn leven. Maar het is wel echt een hele leuke print. Ik vind hem heel mooi. Dan op de bodem krijg ik hier de Geekier November 2020. Dit is de cheat sheet. Het is November 2020. Ik snap niet dat ze hier nog boxen van hebben. Want ik moet zeggen, het is echt een sterke box. We krijgen hierin 7 items, zeggen ze. Een t-shirt. Greeting cards, keer 2. Wat is dit? Christmas tree potion bubble. Dit is de verkeerde, jongens. Ik heb de verkeerde gekregen. Dit is niet november 2020. Ik dacht al, dit klopt niet. Ik heb de verkeerde cheat sheet erbij gekregen. Ik was heel erg in de war. Ik dacht, deze dingen heb ik helemaal niet gekregen. Maar dat klopt. Deze heb ik niet gekregen. Dit is sowieso een nieuwere box dan volgens mij december. Ik hoef het waarschijnlijk niet te zeggen. Maar echt mijn favoriete item die erin zat was petunia's en pudding. Hoe gorgeous is die? Even serieus. Ik had eerlijk gezegd dus wel een spoiler hiervan gehad. Maar ik had niet verwacht dat deze zo groot zou zijn. Kijk dan hoe groot hij is. Hij is echt groot. Echt een goed formaat. Ik heb zin om deze in mijn collectie te gaan zetten. Ik weet nog niet precies dus hoe ik hem display wil gaan zetten. Maar hij gaat sowieso in mijn collectie staan. Heel leuk. Origineel is ook iets wat ik nog nooit eerder in een abonnementenbox heb gekregen. Ik vind oprecht de laatste paar unboxingen van Geekier die ik heb gedaan waren wel voornamelijk limited edition boxen. Omdat ik niet meer geabonneerd ben. Maar ik vind oprecht dat Geekier daar super goed mee bezig is. De kwaliteit van de box gaat echt alleen maar omhoog. Laat me vooral hier zo onder weten wat jouw favoriete item was in deze box. En laat me ook vooral weten of je meer Geekier limited edition unboxingen wilt van zo'n Harry Potter mystery box. Want dan kan ik dat zeker meer doen in de toekomst. Want ik vond het echt heel erg leuk om dit weer te filmen. Het was even geleden. Maar ik word echt heel erg blij van mystery boxen altijd. Het voelt een beetje als een soort cadeautje omdat je niet weet wat je krijgt. Zoals ik in het begin al zijn mijn referral link. Als je die gebruikt, help je mij. Zal hieronder staan. Plus een kortingscode op korting op je eerste box bij Geekier. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccounts, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende vrijdag Harry Potter video. Doeg!